Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. En we gaan ontbijten, het is 10:30. Ik ben opgestaan om 10:00. Lekker chill. En Niels is al naar de winkel geweest voor ontbijt. Dus nu gaan we lekker broodjes eten. Ondertussen 12:30. Niels heeft mij gezegd dat ik mij moet klaarmaken. Want we gaan ergens naartoe. En ik ben vrij zeker dat we naar mijn baby shower gaan dan. Ja, veel andere opties waren er niet meer dan dit weekend of volgend weekend. Tenzij in december, maar ja, dat zou kort dag zijn. Dus ik ben vrij zeker dat vandaag mijn baby shower is. De schmink heb ik gedaan. Misschien dat ik nog een beetje extra concealer onder mijn ogen ga doen. Want ik heb echt ringen onder mijn ogen omdat ik zo moe ben. Ik ga mijn haren doen. Want dit is mijn haar, dus als dat gewassen is. Hè. Dat is gisteren, denk ik, gewassen. En als ik dat gewoon laat drogen, is dit mijn haar. Ik heb van mezelf best wel zo krullen, bekken. En dan mijn extensions, die bekken zo mee. Dus ja, helemaal ontploft. Dus before en... En na! Heel vet hier naakt, dus... That's why my hand is here. Okay, ik moet blijkbaar iets beige aandoen. Dus ik heb daar wat opties gehangen. En ik ga zien wat er past. Of wat er mooi is. Oké, dit was al een leuke optie. Maar heel die mooie wit geel. Ik weet niet of jullie dat zien. Misschien moet ik de camera iets donkerder zetten. Zo. Maar heel die mouw is dus allemaal gele plekken. Raar. Maar ja, oké, als die band naar boven kruipt, dan is dat veel te kort. Dus dit krijg ik niet over mijn buik. Dus dat is ook geen optie. Als dat er nu over ging, maar die binnendingen blijft zo hangen. Ja, zo misschien. Nee, dan staan die knoppen maar open. Oké, nee, dat is raar. Oké, dit is een optie. Denk ik. Ik weet niet of dat te kort is. Ik moest mijn filmen onderbreken. Niels kon zijn kleren aandoen. In zijn blootje. Dus even... Ja, die laatste outfit is niet meer gefilmd. Maar ik heb een outfit gekozen. Oké, het is wit geworden. Ik weet niet zeker als het wit mag, maar ik heb wel beige schoenen. En dan ga ik nog een beige handtas doen. En het kleedje is van Rails. En mijn potjes zijn van Naked. Surprise! Surprise! Hallo!
is de juiste babyfoto's bezorgen aan de juiste persoon. Oh god, okay. Ik vind de eerste al kei makkelijk, by the way. Ja? Ja, dat vind ik wel. Als ik zo kijk, denk ik direct maar ik ben niet zeker. Dat is wel niet gemakkelijk. Ik moet toch niks zeggen. Ik heb misschien het lijstje aanbevolen. Ja, ik ga ze eerst allemaal zien. Oké. Ja. We mogen wel geen reactie geven, hè? Want ja, anders weet ze het, hè? Zo'n buikspiegeltje. Dat vinden ze leuk als ze zo tummy time moeten doen. Ja, dan kunnen ze lachen naar hun eigen. Ik heb er allemaal eigen gedaan. Ja. Oké, dat is, je gaat iets proeven. Oei, okay. Moet je mondmasker niet omhoog doen? Je moet de ingrediënten raden. Oh nee. Ik hoop niet te kiezen. Dat is hier zelfs op. Ah ja, oké. Oké, mond open. Echt waar. Amaias. Nee, vies. Vies? Wortel. Nee. Nee. Oei. Pompoenlaan. Ja? Ja. Moet je dat zelf? Pompoen. En zo... Beef? Nee. Er zit alleen nog iets in van... patatje. Nee. Dat past maar dat is ook wel moeilijk voor jou. Ja? Pompoen en... Was er nog zoet? Iets zoet? Nee. Ah, nee. Ja. Heb jij dat ooit geproefd? Alleen. Pompoen en... Vooral die nu niet, maar zo de andere wel. Zo van die wel. Alleen. Dat is niet slecht, hè? Dus er zit nog iets bij. Ja, er zit nog iets bij. Echte. Echte. Zit dat er ook in? Nee. Nee, het is iets eerder deegwaar. Echte. Pompoen en pasta. Nee. Ja, jij. Dat hoef ik niet. Maar het was bijna voor u dat. En dan de volgende. Ik kan het niet. Ik denk het iets beter. Maar je doet zoveel op die leven. Dat is toch niet vies, hè? Dat is eigenlijk appel. Ja? Ja, het ziet er vies uit, maar het is niet zo vies. Appelpeer? Nee. Nee. Ondertussen ben ik terug thuis van de baby shower. Ik heb mijn gezichtsmake-up er al afgehaald, zoals je kunt zien. Mijn mascara zit er wel nog op. Het was echt super leuk, echt zo fijn. Celine en mijn zus hadden dat geregeld, vooral Celine denk ik dat het meeste werk heeft gedaan wel. Maar echt heel lief. Het was bij Barnaba, het was super lekker eten. Mocktails en dessert en ja, het was gewoon heel fijn. Heel leuke opdrachtjes ook die ik moest doen. En dan ook super leuke cadeautjes die ik dan kreeg als ik de opdracht goed uitvoerde. Dat was echt super leuk. Ik heb me echt heel hard geamuseerd. Iedereen was daar. Dus ja. Ik had een superleuke avond gehad. Namiddag eigenlijk. Het begon om 2:00. En ik denk rond 5:30, 6:00 zijn we doorgegaan. Ik zal even een paar van de cadeautjes laten zien. Oké, ik ben wel donker. Ik ga even het licht aan doen. Oké, beter.
beter. Als... Ja? Dat potje. Welk potje? Plastiek potje. Knijkenbeen? Ah, van mijn mama. Niels is ondertussen het afwasmachine aan het leegmaken. Als eerste had ik een bon gekregen van mijn Du Monde en een bon van zeg het, hoe noem ik dat weer? De seizoenswinkel. Super leuk, dan kan ik daar nog wat dingetjes shoppen voor de baby of de babykamer en zo. Dan had ik zo een spiegeltje voor in de auto. Was ik echt vorige week nog aan het denken dat ik dat wel moest hebben. Voor in de auto te hangen. Dat je zo de baby ziet als jij in je achteruitkijkspiegel kijkt. Dus ideaal. Dan, het is echt zo schattig. Oh, een kerstbabypakje. Nu is het te hopen dat hem voor kerst komt, hè. En anders, ja, na kerst, als een kerstboom staat, kan ik dat ook nog wel aandoen. Maar echt zo schattig, kijk. Dat is echt te lief. Echt zo cute. Dan dit. Dit is zo een staander eigenlijk, wat je neerzet voor als de baby op de buik ligt. En dan zo omhoog kan kijken, dan kunnen die hier hunzelf zien in het spiegeltje. Hiermee spelen en hier is het nog iets, hiermee spelen. Heeft hij zo ja, dingetjes om mee bezig te zijn. En dat is heel goed voor de ontwikkeling als ze op het buikje liggen. En dan ook nog deze hele mooie babybox, noemt My Little Baby Box. Dat is van Little Dutch, dat wist ik niet. Maar dit is de box, een groene, hier staan nog twee walvisjes op. En daar kun je dus zo alles in bijhouden. Zoals eerste haartjes, als die naar de kapper is geweest. Eerste tand die ooit uitvalt. Zijn eerste tutje. Zijn eerste paar schoentjes. Al die dingetjes. Dus dat vind ik echt super leuk om zo'n bewaardoos te hebben. Ik dacht dat ik dat ook had. Maar blijkbaar is dat eerder de doos van mijn zus. Waar ook een paar dingen van mij in zitten, maar vooral van mijn zus. Maar ja, ik vind dat wel super leuk om te hebben. En dan had ik ook zo een proef waar ik zo babyvoeding moest proeven. Ah, die vervallen wel. Ah nee, 2022, dat is volgend jaar. Maar ik moest zo babyvoeding proeven in een proef. Namelijk deze is Alvarit Pompoen. Eens kijken wanneer die vervalt. Want ja, dan hou ik dat bij voor als onze baby dat ooit kan eten. Als we op vakantie gaan of ergens naartoe gaan, is dat makkelijk. Anders ga ik wel zelf vers eten altijd maken. En dan deze was appelpruim. En die waren wel... Deze was heel lekker. En deze pompoenrijst vond ik niet lekker. Oeh. Maar dan moest ik voor mijn proef doen. En Céline zei, ja, die staan hier nog, pak die maar mee. Dus die ga ik in de kast zetten voor ooit, als een baby 4 maanden is, om aan de baby te geven. Ja? Ja? Oh ja, ik doe altijd aan. Volgens mij. Om de baby te geven. Aan de baby te geven. Ja. Ik praat gewoon zo. Doe ik dat niet altijd dan? Doe ik dat alleen in de vlog? Ik weet dat niet. In de vlog, nee. Ik weet dat niet. Ik doe dat altijd. Dat is gewoon mijn stem. Dat is een goede vertaalstem. Nee, vertelstem. Vertaalstem? Vertelstem. Ja, oké. Okay. Ja. Laat me toch. Laat me met rust. Laat me toch. Laat me gewoon met rust, mam. Oké. Okay. Niels heeft nu nog even wat pizza ingezet, want er was nog pizza over van kom de, kom van de baby shower. Dus ze had dat ingepakt en meegegeven. Er was best nog wel wat over. Dus mijn mama heeft eigenlijk nog meegenomen. En de taart heeft denk ik ook mijn mama meegenomen. En we hebben nog wat pizza meegenomen. Dus we gaan nu nog elk één stukje eten. Maar ik zit nog altijd vol. Zit jij niet nog vol? Eigenlijk wel, maar omdat die pizza er lekker uit zag, dacht ik, ik kan dat toch eens proberen. Ja, en die ruikt ook lekker nu. Nog een beetje nagenieten. En we kijken Friends.
Oh,